Hoe meer we het boek Openbaring zullen bestuderen, hoe meer God ons inzicht gaat geven in de dingen van Hem die we in Openbaring kunnen vinden. Openbaring zegt het al, Hij gaat het openbaren, Hij gaat het duidelijk maken. Dus als u diepgang wil hebben in de dingen van God, neem uw tijd, bestudeer het boek Openbaring en we zijn er om u daarbij te helpen middels deze video's. Hoofdstuk 2 en 3 gaan over 7 verschillende gemeentes. En die gemeentes lagen in wat we nu noemen Turkije. In dat gebied lagen ze. De Heer Jezus koos die 7 gemeentes uit, omdat zij allemaal elementen hebben van de gemeentes die er nu op aarde zijn. Dus het is niet zomaar een brief aan een gemeente, het is om er lering uit te kunnen trekken. En dat zullen we vandaag ook zien. Vandaag de dag zijn er gemeentes met veel activiteiten, maar je hebt niet veel aan die gemeente. Want zoals de Heer Jezus het zegt hier in deze gemeente, gij zijt dood. Wel activiteiten, maar er is geen geestelijk leven. Het is dood. Je hebt ook gemeentes waar je gewoon moet oppassen dat je niet de verkeerde kant wordt opgesleurd. Er zijn gemeentes die de Heer oprecht dienen. Je kan dat voelen, je kan dat merken, je ziet dat ze echt serieus zijn. En die gemeentes gaan we allemaal tegenkomen hier in Openbaring 2 en 3. Er zijn gemeentes die heel liefdevol zijn. Dat is kenmerk van die gemeentes. Ook zoals in Openbaring. Maar er zijn ook gemeentes waar de Heer zijn hoofd over schudt. Het is niet goed. Die gemeentes zijn er ook toen en nu. Die boodschap is, maak het in orde met God. Als gemeente, want Hij komt spoedig terug. Maar ook als persoon. Persoonlijk voor ons. Want Hij zal de gemeente opnemen. Dat zullen we leren en dat zal ik u wel uitleggen. En wanneer de gemeente wordt opgenomen, dan is iedereen die het niet in orde gemaakt heeft met God, iedereen in die gemeente, die heeft dan een stevig probleem. Hij zal ervaren wat het is om achter te blijven. En hij zal door die vreselijke periode van de antichrist moeten heen gaan, waarover we heel veel zullen leren hier in het boek Openbaring. Goed, even wat achtergrondinformatie. We beginnen dus nu aan dat tweede deel, zoals u in deze indeling ziet. Het eerste deel hebben we gehad en dat was een inleiding en nu, dat is wat je gezien hebt, zoals we zagen in vers 19, en nu wordt gesproken over wat er nu is. Toen, maar ook nu. En ik zei al, dat deel wat er nu is bestaat uit 7 gemeentes. En daarvan gaan we de eerste brief bestuderen. Voor uw oriëntatie. Die 7 gemeentes worden al in hoofdstuk 1 genoemd. U kunt even terugbladeren, dan gaat u het zien. En op de kaart kunt u zien waar deze gemeentes liggen. Het waren niet de enige gemeentes. Ik laat u nu nog een kaartje zien waar u ziet hoeveel gemeentes er al niet waren in die tijd. Dus, conclusie, de Heer heeft 7 gemeentes uitgekozen om daarmee een boodschap te brengen voor ons allemaal. De stad Efeze was een grote stad. De grootste van al die 7 gemeentes. De Romeinen hadden heel veel geld geïnvesteerd in die stad, ook om hun wegen goed te krijgen, om hun leger sneller te verplaatsen. En zoals u op dit kaartje kunt zien, eindigt de grote weg, eindigt in Efeze. En die wegen kwamen helemaal van India, van de buurt van China, en eindigden dan in Efeze, of het kon eindigen in Efeze. U kunt begrijpen, daar werd handel
enorm handel bedreven, dus rijkdom en goederen. Ook via die haven gebeurde dat. Dus het was een plek per uitstek, bij uitstek, om die goederen te vervoeren van landen die langs de kust zagen naar boven of de andere kant op. Een bewijs dat Efeze werkelijk in trek was, is het amfitheater dat daar gebouwd is. 24.000 mensen konden in dat theater konden daar zitten. 24.000. Dus u kunt u voorstellen, het was echt een stad met veel leven. En dan even naar de gemeente. De Bijbel vertelt ons hoe de gemeente daar is ontstaan. Op die Pinksterdag, als u gaat lezen Handelingen 2, gaat u zien, er waren mensen aanwezig uit Efeze. Die waren daar en hebben meegemaakt wat er is gebeurd. En voordat Paulus in Efeze komt, in Handelingen 19 wordt dat verteld, dan blijkt het dat er al discipelen waren, volgelingen van de Heer Jezus, voordat Paulus daar kwam. En Paulus heeft 3 jaar gewerkt in Efeze, intensief, om deze gemeente op te bouwen. En het gelukte hem om een stabiele en een gezonde gemeente daar te krijgen. Ook heeft Timotheus daar een tijdje gewerkt. En men zegt dat Johannes, die we dus hier in deze brief tegenkomen, daar een tijdje bisschop is geweest. Daar is hij ook begraven. En als u naar Efeze gaat, zult u zijn graf kunnen vinden, daar in Efeze. Ook hij is dus een van de mensen geweest die gebouwd heeft gewerkt heeft aan de opbouw van deze gemeente. Oké, we zijn nu 2000 jaar verder. Hoe is het met die gemeente? Hoe is het trouwens met die andere gemeentes? Er is zoveel in geïnvesteerd. Zijn ze er? Zijn ze er niet? En dan is een trieste dat dat gebied Turkije, waar deze gemeentes waren, dat gebied is voor 99% moslim. De gemeentes zijn verdwenen. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat toch? En het antwoord ligt in deze brieven die we met elkaar zullen bestuderen. Deze eerste brief, Efeze, vertelt ons hoe het ongeveer 30 tot 40 jaar nadat Paulus daar gewerkt heeft, hoe het met die gemeente gesteld is. En dat is niet zo fraai, helaas. Er zijn goede dingen, maar er zijn ook minder goede dingen. Wanneer we zeggen, er was een gemeente in Efeze, dan moet u niet denken aan een kerkgebouw waar de mensen naar binnen kwamen en één voorganger die dan de leiding had daar in die gemeente. Zo was het niet. Er is trouwens niet eens één kerkgebouw gevonden in de eerste 200 jaar. Er bestonden geen kerkgebouwen. En dan zegt u, broeder, maar hoe dan? Hoe kwam men bij elkaar? Nou, men kwam bij elkaar in huizen. Zoals u kunt zien in 1 Korinthe 16, vers 8, er was een huisgemeente en degene die daar de leiding hadden, dat waren Aquila en Priscilla. En in Handelingen 20, vers 17, lees ik dat er verschillende oudsten waren. En die oudsten functioneerden als leiders van die huisgemeente. Er was geen aparte voorganger. En dan zie je in vers 20 van Handelingen 20, vers 20, dat Paulus de mensen huis aan huis bezocht. Meervoud. Oikos. Er waren meerdere huisgemeentes en hij bezocht ze. En als we lezen vers 1, en dan ga ik even naar vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Deze boodschap is aan de engel van de gemeente te Efeze. En dan kunnen we onze wenkbrauwen weer even fronsen. Een engel
heeft een gemeente een engel? En is de Heer met die engel aan het dealen? Bezig met die engel om de zaken in orde te krijgen? Maar dat woordje angelo, betekent boodschapper. Het kan dus een engel zijn, die is een boodschapper, zoals Gabriel een boodschap bracht voor Maria. Maar het kan ook een menselijke boodschapper zijn. Dat blijkt duidelijk uit de Bijbel, zo wordt het woord ook gebruikt. En een engel heeft nooit macht over een gemeente. Nergens lees je in de Bijbel dat engelen tussenpersonen zijn om zaken in de gemeente te regelen. Dus waarschijnlijk is er een boodschapper gestuurd naar Patmos. Die boodschapper heeft die rol van Johannes ontvangen, gaat met die rol naar Efeze en daar in Efeze werd die rol gelezen. Met andere woorden, die huisgemeentes in Efeze, de een na de ander, kreeg dan die rol te lezen en met elkaar vormden ze samen de gemeente van Efeze. Trouwens, als je kijkt naar de inhoud van die brief, dan is die inhoud niet gericht aan één persoon, alleen aan de engel of alleen aan de oudste, maar die brief is duidelijk gericht aan de gemeente. En we gaan die lijn verder trekken, ook aan ons vandaag. En stel u daarom open voor wat God in deze gemeentes aan ons, via deze gemeentes aan ons te zeggen heeft. Er staat in vers 1 verder, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Hier hebben we beeldspraak. Het is niet echt zo dat de Heer Jezus zeven verschillende sterren in zijn hand hield. Maar het betekent gewoon dat die leiders van die gemeente, die zijn in de hand van de Heer. Daar is hij mee bezig. De Bijbel zegt, de Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. En hij houdt die leiders in zijn hand. En daarom moeten wij, als we nu in de gemeente bezig zijn, we moeten in afstemming met hem, moeten we het werk in de gemeente doen. Zeven gouden kandelaren. En we hebben al gezien daarmee, met die kandelaren werd de gemeente bedoeld. Dat had ik al uitgelegd. Staat trouwens ook in vers 20. En waarom wordt de gemeente met de kandelaar vergeleken? Omdat de gemeente het taak heeft het licht te verspreiden. En ik hoop dat we dat duidelijk mogen zien, ook vandaag. En de vraag is, doen we dat? Zijn we als gemeente bezig om dat licht te verspreiden in deze donkere wereld? Wat ik merk, de meeste gemeenten zijn met zichzelf bezig. Maar niet echt bezig om dat licht in Suriname of elders te laten schijnen. De Heer wandelt tussen die kandelaren. Dat wil zeggen, de Heer kent elke gemeente, ook uw gemeente, broeder. Ook uw gemeente, hij kent ze. Hij weet precies hoe het daar reilt en zeilt. Hij is onzichtbaar, maar echt reëel in hun midden. En daarom mogen we altijd een beroep op hem doen. En ik zei al, we hebben de taak om het licht te verspreiden en we mogen hem vragen, Heer, laat ons zien hoe we dat moeten doen. En daarom is het ook belangrijk dat wie ook de leiding heeft in de gemeente, of het nou een kerkenraad is, of een gemeentebestuur, of oudsten, of een voorganger. Belangrijk is, we zijn allemaal verantwoordingsschuldig aan hem. Want die gemeente is niet van u, niet van mij, die gemeente is van de Heer. Aan hem zijn we verantwoordingsschuldig. En volgens zijn richtlijnen moeten we bezig zijn. We gaan naar het volgende vers. Vers 2. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebben die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En gij hebt hen leugenaars bevonden. Ik weet. Dat woordje weet, ik ken die gemeente volledig. Ik heb exacte kennis van die gemeente. Niemand kan mij, om het zo te zeggen, voor het lapje houden.
En omdat ik die gemeente ken, ken ik de goede kanten. En ik ken ook de minder goede kanten. En die goede kanten worden dan nu stuk voor stuk genoemd. Ik weet uw werken. Werken, dat wil zeggen, je bent actief. Je zet je in voor de gemeente. En dat inzetten voor de gemeente gaat de Heer niet onopgemerkt voorbij. Hij weet het. Hij weet het, gemeente. Hij weet het, broeder. Hij weet het, zuster. Hij weet wanneer we ons inzetten. Het gaat niet onopgemerkt aan hem voorbij. Ik weet uw werken en inspanning. Die mensen die zich zo inzetten voor de gemeente, deden dat met hart en ziel tot ze gewoon bek af waren, sommigen. En dat ze bijna niet meer konden. En ook die inspanning gaat niet aan de Heer voorbij. Derde wat de Heer hier noemt, goede eigenschap, volharding. Doorgaan, dat zagen we al bij Johannes. Doorgaan, ondanks alles, tot tweemaal toe noemt de Heer volharding hier in deze gemeente. Het is echt dat ze doorgaan, wat ze ook allemaal als problemen ervaren. Volgende, gij kunt de kwaden niet verdragen. Dat wil zeggen, de dingen die niet goed waren in de gemeente, wanneer mensen verkeerd bezig waren, dan werd het aangepakt. En dan ga je zeggen, als de gemeente de dingen die verkeerd zijn in de gemeente niet aanpakt, dan gaat ze richting van verlamming. En uiteindelijk dan gaat het helemaal niet meer met die gemeente. Het is een dode gemeente. En dan staat er, u hebt hen op de proef gesteld die zeggen dat zij apostel zijn. Apostelen zijn ook boodschappers van de Heer. Wat gebeurt daar? Paulus had al gezegd dat er in Efeze, dat had hij gezegd, u kunt het lezen in Handelingen 20 vers 29, dat in Efeze dwaalleraars zouden komen. En de gemeente nam deze zaak ernstig. Ik ga u één ding zeggen, niet iedereen kwam daar in die gemeente op de kansel. Alles werd getoetst. En ze onderzochten het gedrag van die persoon. Hoe gedroeg die persoon of hoe gedraagt die persoon zich buiten. Maar ook hun leer. Klopt hun leer wel? Weet u, soms is valse leer moeilijk te ontdekken. Omdat in elke valse leer zitten er waarheden. Anders zouden mensen niet gepakt worden. Mensen worden gepakt omdat ze bepaalde dingen herkennen die ze in de Bijbel hebben gelezen. Of die ze gehoord hebben in hun leven. Maar dan kom je op een punt waar je voelt, iets klopt niet hier. Iets klopt niet hier in deze leer. En hoe weet je of het klopt of niet klopt in de eerste plaats? Als Gods geest in ons is, zal Gods geest ons een waarschuwing geven. En we gaan voelen, iets wat hier gezegd wordt, is niet juist. En met name in deze tijd moeten we niet zomaar allerlei dingen overnemen. Een heleboel van de dingen die je zo ziet, kloppen gewoon niet. Het lijkt goed, maar het is niet goed. En wanneer we daarmee gaan beginnen, dan gaan die verkeerde leringen, dwaalleringen, uiteindelijk leiden tot de ondergang van de gemeente. Tot het koud worden van de gemeente. Volgende goede eigenschap, u hebt verdragen op mijn naams wil. Dus ze hadden het moeilijk, maar ze gingen door. Intern misschien moeilijk, ik weet het niet, maar extern zeker. En dan de volgende, gij zijt niet moedig geworden. U bent niet moe geworden om u in te zetten. En ik zei al, die gemeente bestond 30 tot 40 jaar. En ze gingen nog steeds door om zich in te zetten. Dat ziet de Heer en de Heer prijst het. Maar dan komen we bij het probleem. De Heer zegt, ik ken de gemeente. Hij kent die goede kanten. Hij kent ook de minder goede kanten. We lezen in Handelingen, 3 jaar heeft Paulus met goed resultaat daar gewerkt. En 30, 40 jaar later is het al fout. Helemaal fout. Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Weet u, we moeten nooit vergeten.
Niet alleen God werkt in de gemeente, Satan werkt ook in de gemeente. Niet alleen God werkt in uw leven, Satan werkt ook in uw leven. Dat moeten we nooit vergeten. En omdat Satan ook daar in de gemeente werkte, krijg je een probleem. Een ernstig probleem. En wat was dat probleem? Het loslaten van de eerste liefde. Wat wordt daarmee bedoeld? Bijbels, dat hebben we gezien, die goede dingen waren ze correct bezig. Maar ze misten die diepe, oprechte toewijding. Veel mensen gaan naar de kerk, maar zijn ze de Heer echt toegewijd? Hebben ze de Heer echt lief? Dat is wat de Heer hier zegt. Hij zegt, als ik naar die gemeente kijk, dan zie ik een heleboel mensen die wel naar de diensten komen, naar de kerk komen, maar ze zijn niet toegewijd aan de Heer. Ze dienen niet de Heer niet met hart en ziel. Ze hadden hun eerste liefde misschien niet helemaal verloren, maar wel verlaten. Hun toewijding was niet meer als vroeger en daarom waren ze lauw en waren ze zelfs gevoelloos geworden. En het moment dat je lauw wordt, gevoelloos wordt, dan gaat die kracht die God je wil geven, gaat ook achteruit. Ook wij kunnen lauw worden. Ik moet u eerlijk zeggen, er zijn periodes geweest in mijn leven waar ik me daarop kon betrappen. Maar ik weet ook, het is heel belangrijk, wil je dat God je echt gaat gebruiken, dat je breekt met die lauwheid, dat je breekt met die gevoelloosheid, dat je naar de Heer toe gaat, dat je hem echt gaat zoeken. En de Heer belooft, als jij mij zoekt, ik zal je me vinden. Als jij mij nadert, ik zal jou naderen. En dat kan ik hier getuigen. Dat is wat de Heer ook voor mij gedaan heeft. Dat ik hem wat mogen ervaren toen ik wist van, hé, het is niet wat het wezen moet. En ik ga naar hem toe. Het vuur moet branden. Het licht moet helder zijn. En dat is een groot probleem. En ik wil toch een waarschuwing hier plaatsen. Wanneer de bruidegom komt en hij vindt geen olie in die lampjes, die maagden konden niet mee met de bruiloftstoet. En dat betekent niet iets moois. Dus daarom is het belangrijk om inderdaad die olie te hebben. Vers 5. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Kan je voorstellen, christenen worden opgeroepen om te bekeren. Heel vaak kijken we naar ongelovigen en we zeggen, zij moeten zich bekeren. Maar laten we ook naar onszelf kijken. Een hart dat lauw is of koud is, zijn problemen. Want daar gaat het bij de Heer om. En die gemeente wordt geroepen om tot een ommekeer te komen. En ze moet 3 stappen doen om tot die ommekeer te komen. Eerste stap is, gedenk dan. Denk na over jezelf. Neem tijd. Hoe is het werkelijk met jou? Echt serieus. Hoe is het geestelijk met je? Doe je het allemaal vanuit de gewoonte? Ga je naar de kerk vanuit de gewoonte? Of doe je het omdat je voelt dat de Heer met je bezig is en Hij je leidt daarin? En dat je voelt dat, of tenminste dat je die vurigheid kan hebben. En als je tot de conclusie komt wanneer je zelf nagaat, ik was vroeger dichter bij de Heer dan nu, dan weet u, dat is een teken van achteruitgang. Bezin, net als die verloren zoon. Tweede, bekeer u. Bekeren is niet alleen toegeven dat we verkeerd zijn. Bekeren is een einde maken aan al die dingen die niet kloppen in ons leven. Dat is bekeren. En dat is reëel. En ik moet dan tot mezelf komen, ik moet rustig over mezelf nadenken, ik moet tijd nemen voor de Heer en voor mezelf om na te gaan, wat is er in mijn leven op dit ogenblik niet goed? Er zijn zoveel dode gemeentes vandaag. Echt waar. Gemeentes met mooie gebouwen, van binnen prachtig,
Maar waar is de Heer? Waar is de vurigheid van de Heer? De diensten zijn bijna een sleur. De diensten zijn dood. Ze zijn leeg, ze zijn koud. En iemand die daar binnenkomt, kan niet geïnspireerd worden. Koudheid is een zonde die beleden moet worden. Als ik niet vurig ben, is dat een teken van dat het niet goed is. Dan moet ik komen tot een stukje belijdenis. Ik moet het afleggen. Ik moet als die verloren zoon handelen. En dan staat er, doe weder uw eerste werken. We zagen dat die gemeente wel werken had. Er worden 7 genoemd. Maar dat was vroeger. En nu, hoe is het nu? Ik kan ook terugkijken en zeggen van ja, vroeger werd ik daarvoor gebruikt. En vroeger werd ik daarvoor gebruikt. En vroeger deed de Heer dit met me en dat met me. Maar dat is niet het punt. Hoe is het nu? Kan de Heer me nog gebruiken? En dan in het volgende vers, vers 6. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Met andere woorden, de Heer geeft ze toch nog een complimentje. Hij heeft ze al complimentjes gegeven, maar nu nog een compliment erbij. En dat is, jullie haten de werken der Nicolaïten. En wat zijn de Nicolaïten? Dat waren mensen die anderen geen kans wilden geven in de gemeente. Zij wilden op de voorgrond zijn. Zij wilden degene zijn die altijd genoemd worden en altijd in beeld zijn. En ze gaven anderen geen kans. Weet u hoeveel gemeenten zo zijn? De Bijbel leert ons heel duidelijk, we zijn allemaal priesters. En we moeten allemaal kunnen werken naar die gave die God ons gegeven heeft. Ik kan niet een andere broeder of een andere zuster gaan blokken, omdat die persoon het misschien beter doet dan ik. Ik moet de ruimte geven. En als ik echt de Heer dien, ga ik blij zijn met de gaven die ik ontdek bij anderen. En dat die gaven kunnen gaan functioneren. En zo eindigt deze brief met het volgende vers. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Is misschien een uitdrukking die we zo vaak hebben gehoord. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente wil zeggen of zegt. Maar wat het Grieks het dichtst benadert, dus deze uitdrukking, is denk nu goed na over wat ik heb gezegd. Dat wil zeggen, ik kan deze Bijbelstudie of dit woord niet zomaar naast me neerleggen en ik ga verder met mijn leven. De Heer zegt, ik moet daarover nadenken. Ik moet mijn tijd nemen en nadenken over wat de Heer heeft gezegd. Heel vaak, als we hebben een preek gehoord en we gaan naar de dominee toe, we zeggen, broeder, een fijne preek hoor, echt een fijne preek. En dan houdt het op. We zijn klaar. Tot volgende week. Tot de volgende preek, fijn of niet fijn. Maar zo moet het niet zijn. Gods woord moet een plek krijgen in ons leven. We moeten Gods geest de kans geven om tot ons te spreken. 7 keer zegt de Heer dit tegen elk van de gemeentes. Zegt het tegen ons allemaal. Ik moet Gods woord niet alleen maar horen. Ik moet erover nadenken. En ik moet het in ons leven in praktijk brengen. En waar gaat het om? In deze verwarrende tijd, waarvan de Bijbel zegt, dat de Heer Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik nog geloof vinden? Zal ik nog geloof vinden? In deze verwarrende tijd gaat het erom dat ik alle belemmeringen, alle dingen die staan tussen de Heer en tussen mij, ik moet ze opruimen. Zodat ik kan weten wat ik doe met de tijd die God me geeft. Zodat ik kan weten wat ik doe met de energie die God me geeft. Zodat ik kan weten wat belangrijk is om te doen en wat niet belangrijk is om te doen. En deze brieven gaan ons laten zien wat belangrijk is in deze tijd. En dan gaat het door, dit vers. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens. Om welke overwinning gaat het? Opruimen van al die belemmeringen. Dat is niet zo makkelijk. Dat is wat overwinnen is. En als we die zullen overwinnen,
Die druk wordt steeds groter. Het wordt steeds erger in deze wereld. Een tijd als nooit gezien, maar we moeten doorgaan. En de Heer gaat ons daarbij helpen. Hij is die boom des levens. En als ik verslapt ben en als ik niet meer vurig ben, dan mag ik gaan naar die boom en daarvan eten. God liefhebben en eten van de boom des levens. Dat wil zeggen, ik moet de Heer Jezus persoonlijk ontmoeten. Ik moet contact met hem hebben. Hij moet in en door mij kunnen werken. Ik moet weten wat hij van mij vraagt. Dat is eten van de boom des levens. Ik hoop en ik bid dat we dat mogen doen. Laten we samen bidden. Heer, u kende deze gemeente door en door. En u kent ons ook door en door. Waar het bij u om gaat, is dat we u vurig, met een vurig hart dienen. Elke slapte hoort niet thuis. Dat zien we bij Johannes. Hij ging door om u vurig te dienen. 90 jaren lang ging hij verder en het einde was nog niet in zicht. Zo hoort het te zijn. Dat is wat u ons voorhoudt, Heer. Vergeef ons alle slapte. Vergeef ons wanneer we bewust een verkeerde weg bewandelen. Vergeef ons wanneer we niet opruimen. Vergeef ons, Heer, wanneer we niet nadenken over uw woord. Vergeef ons wanneer we u niet eens de kans geven om tot ons te spreken. Vergeef ons wanneer we u niet de kans geven om ons tot een verandering te brengen. En het gaat er niet om te kijken naar dingen die we 10 jaar of 15 of 20 of 30 jaar geleden deden. Het gaat om hier en nu. Hoe is onze relatie met de Heer? Help ons, Heer, dat het een goede, zinvolle, gezegende relatie mag zijn. Dat u ook door ons heen naar anderen kunt werken. Vragen en bidden wij u om Jezus' naams wil. Amen.